Sjandro Kumpen, het is mijn eer. Ja, ik vind het heel fijn dat je toch even de tijd hebt gevonden om mij te woord te staan, hè, voor een kort interview. Mm-hmm. En dank je wel daarvoor. En natuurlijk ben nu een schitterende Eliza, hè, energetic wellness. En wat ik dan hoor van een heleboel mensen die hier zijn, hè, vandaag, ik ben nog vaker geweest hier, van hoe mooi ze het vinden. Het is niet alleen de wat de mensen zien, maar het is ook de belevenis, hè, wat erachter zit. Er zit veel meer achter dan het alleen het hier aanwezig zijn, hè, het zien. En is Eliza altijd al een droom voor jou geweest? Voor het begin heb ik spijt dat ik dit interview al heb aangenomen en ik voel me daar helemaal niet meer comfortabel mee. Maar ik doe het voor jou dan. Ah, dankjewel. Okay. Eliza is eigenlijk ontstaan om de gedachte dat ik denk dat ik een bijdrage kan zijn om het bewustzijn te verruimen. Ik ben heel gefascineerd geweest door de tijden van Egypte. En ik hou heel veel van geometrie en van kristallen. En ik denk dat dat eigenlijk een bijdrage kan zijn daarvoor. Waarom? Omdat wij zijn ook geometrie en we zijn ook kristalwezens. En ons lichaam en onze geest gaat erop resoneren. Ik begrijp het niet, misschien begrijpen jullie het wel, maar ik begrijp er niets van. Ik kan alleen maar zeggen dat het werkt. Was je als kind al zo dat je een bepaalde visie had voor naar de toekomst? Nee, ik vond alleen maar een grote teleurstelling. Nee, kind heb ik dat zeker niet gehad. Ik denk eerder op latere leeftijd. Ik denk toen ik nog begonnen is rond mijn 50ste, denk ik pas. Oké. Okay. Of 45ste. Ja. Maar toen had je al een bepaald beeld van wat het, zoals het nu is? Nee, ik denk dat een gebouw groeit met de persoon mee. Ja. Dus op het moment dat ik groei, groeit de persoon ook. Het gebouw ook, ja. Geweldig, dus... En nu, hoe lang staat het hier nu al, dat je open bent? We zijn nu 3 jaar open, waaronder 11 maanden zijn we mogen sluiten voor corona. En dat was niet zo heel prettig. Maar op dit moment zijn we terug gedurende een half jaar open. Dus eigenlijk ben ik maar ongeveer, denk ik, een goed jaar open. Ja, is wat. Hè? Ja. Ja. Maar vind je dat het nu wel lekker loopt, een bezoekersaantal? Of mag dat meer worden? Of, Ik vind het altijd grappig als Nederlanders lekker zeggen. Wij eten alleen en vinden iets lekker. Maar oké, het loopt goed. Ja. Ja. Ja, ik hoor ook veel mensen uit Nederland hier toch ook komen. Hè? Dus, Wij hebben ongeveer 35% mensen uit Nederland. Ah, ja, maar het is wel heel duidelijk dat de laatste maanden meer mensen komen die een bepaalde vorm van bewustzijn bezig zijn. Ja. Dat kan zijn van yoga tot meditatie of... Van mensen die boeken lezen, van mensen die verder gevorderd zijn, maar het wordt meer en meer. Ja, ja je hebt ook verschillende thema's hier in de wellness. Hè? Egypte zie ik en Atlantis, hè? Die zitten allemaal door elkaar heen. Ik denk hier ongeveer 12 verschillende culturen van verschillende beelden allemaal zijn. Omdat de stille boodschap is dat alles één is. Nog altijd, tot op de dag van vandaag, maken we ruzie. En oorlog, je moet geloven in dat, je moet geloven in dat. En eigenlijk moet maar in één persoon geloven. En in jezelf. Uiteraard respect voor de goden, want die bestaan ook. Ja. Diep respect. Absoluut, ja. Dus, ja, maar dat merk je hier ook wel, hè? Respect voor de mensheid. Iedereen is gelijkwaardig. Ja. Behandelen anders zoals je zelf wilt behandeld worden. Dat is natuurlijk een cliché-uitspraak. Maar om het effectief te doen is niet evident. Nee. Want we hebben heel snel oordeel over iemand. En ik merk dat bij mezelf ook nog, dat ik soms mijn oordeel moet opzij zetten. Ja, maar je ziet het al, hè? Van je merkt bij jezelf dat je een bepaald oordeel hebt en denkt van oeh. Dus dat is natuurlijk al heel veel winnen. Ja, gevaarlijk. Ja, dat is waar. Dus. Ja. Ja. Hoe ben je aan de naam Eliza gekomen? In eerste instantie noemden het gebouw Lemurië. Maar toen had ik zoiets van, oké, dan pak ik wel een tijdsperiode eruit die mij lief was. En toen heb ik het veranderd in Eliza en dat betekent Egypte, Lemurië, Atlantis, Inner Source Activation. De eerste 3 periodes die ik opnoem hadden een vrij hoog bewustzijn. De meesten kennen nog Egypte.
Atlantis hebben ze gelezen vanuit boeken en weinigen weten vanuit Lemuria. En inner source activation betekent moet je in jezelf activeren. Zoek het niet buiten jezelf, want je zult heel je leven blijven zoeken. En geen stap verder gaan, integendeel achteruit gaan. Want dan ben je een volgeling. Ja, ja, als je hier echt beleeft, hè, dan je komt toch ook een deel van jezelf tegen. Vorige, ja, als ik zeg vorige levens, bepaalde herinneringen. Ik heb geen herinneringen aan vorige levens. Nee. Ik denk wel dat de ziel het meedraagt en dat ik het onbewust voel, maar ik heb geen enkel herinnering. Nee, nee, nee. Je leest dat nu natuurlijk. Hè? Dus, ja. Mm-hmm. Ja. Maar heb je niet van als je dan zo rondloopt, hè? Dus je bent natuurlijk gigantisch druk, maar van, hé, wat heb ik nu weer neergezet? Hè? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik vind dat heel normaal. Ja. Totaal geen moeite mee om mee. Ja. Ik vind dat iedereen een bepaalde creatie heeft in zijn leven. Ik heb ook respect voor een schilder. Ik heb respect voor iemand die heel mooi poetst. Ik heb respect voor een kok. En als sommige mensen dit mooi vinden, dan mogen ze respect ervoor hebben. Ja. Dat is niet erg. Ja. Ja. Ja, dat is waar natuurlijk. Ja, ik vind het heerlijk. Ik heb natuurlijk vanmiddag ook gezwommen, hè, want ik lag in het water en ik begon te hagen. En buiten, ja, heerlijk. En, maar de zwembaden, die hebben geen chloor, hè? Nee. Nee. Omdat chloor, dat maakt eigenlijk alles kapot. Want een water heeft ook geheugen. En waarschijnlijk kun je ooit kijken naar Emoto. Die heeft daar proeven over gedaan. Dat water eigenlijk geheugen heeft. En dat ook water van vorm verandert naar gelang de intenties. Ja. Dus vandaar dat we geen chloor of geen zout gebruiken, maar zuurstofwater. En als je kijkt, dan zul je ook allemaal kleine bolletjes zuurstof naar boven zien komen. Plus het water wordt hier gefilterd door kristallen en niet door zand. Mooi. Mooi systeem. Niet verkeerd. Nee, nee, ik heb vroeger 2 keer georganiseerd voor Emoto. Hè, dat de Emoto. Ja. Dus ik ken hem dat. Helaas leven is die niet meer op aarde. Hè, dus, maar, ja, en hoeveel, je hebt hier aardig wat mensen ook op werken. Hè, het, je moet therapeuten. Mm-hmm. Ja. Ik denk momenteel een 100-tal. 100-tal? Ja. Ja, dat moet je niet in verschrikken. Dat komt omdat we 7/7 open zijn. Ja. En ook nog eens 15 uur per dag. Ja. Dus als een normaal bedrijf zou ik dan 35 moeten zeggen. Dus verschrik u daar niet in. Nee. Nee. Nee, maar om het goed draaiende te houden, heb je het echt wel nodig. Hè? Om het dus, ook als je binnenkomt, hè, toch de warme welkom hè, van de mensen die daar zitten. Ik hoop het. Ja, ja, het is heel belangrijk. Dus, ja. En heb jij nog dromen? Dromen, ja, die heb ik nog. Maar ik kan ze niet meemaken. Niet, nee? In dit leven niet meer? Nee. Omdat persoonlijk geloof ik dat wij nu heel veel moeten afbreken, zodat een nieuwe generatie kan opbouwen. Maar we planten zaden, en dat is voldoende. Ja. En laat het maar groeien. Ja. Maar nee, dromen niet meer, nee. Trouwens, dromen leiden ook meestal tot ontgoocheling. Laten we gewoon het zaad planten en goed verzorgen. Ja. En dat zien we wel. Ja, dat is waar. Ja. Want tenslotte tijd, dat is zo'n een bepaalde illusie. Dat is. Ik denk maar in heel ons leven, in heel onze schepping, zijn we nu maar een paar seconden op aarde. Dus waar zijn we mee bezig? Ja. 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 Ik heb weinig vooruitzichten. Okay. Wel goede intenties. Dat is mooi. Maar geen vooruitzichten. Nee. Dat is wel mooi. Ja, ik ben nog een begin voor de bouw, hè, dat we hier met een groep ook kwamen. Hè, dat hebben, hè, er is heel veel werk verricht ook voordat het gebouwd werd. Ja. Je weet het ook van al de beelden en zo. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Dat is toch 20 jaar om vooraf gegaan, ja, om alles. Want eerst moet je eigenlijk de materie verheiligen voordat je kan beginnen. Maar wie is er nog mee bezig in deze tijd? Weet je nog heel weinig mensen. Ja. Ook verloren kennis waarschijnlijk. Ja, ja, precies. Ja. Mm-hmm. Maar toch, je hebt een heleboel weer teruggehaald, hè, wat je hier zo voelt. En, zoals de mensen beleven en ook, ben ook wel een andere sauna geweest, toch anders dan hier. Hier zit je toch een bepaald bewustzijnsveld, zeg maar. En maar ja, de codes heb je natuurlijk ook, hè, van de kosmische codes. Of de, ja. Ja, de vuurkristallen. Vuurkristallen. Ja. Klopt. Ook heel mooi, hè, allemaal. Ja. Alles heeft een lijst van betekenis. Ja. Want ook heel veel zuilen zijn allemaal gevuld met kristallen. En dus heel veel geometrie. Er komt nu een boek uit van 400 pagina's.
over de geometrie en de kristallen. De evolutie van waar het komt, waar het naartoe gaat. Maar zonder een tijd erop te plakken. Ah ja, gewoon mooi. Dat is, ja, best mooi. Ja, ja. Oké, okay, mag je een soort, hoef ik niet zo lang te maken hoor. Maar iets wat je de mensen mee wil geven? Nee. Ook niet, nee. Kom eens naar Eliza. Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Het is een eigen keuze. Nee, ja, helemaal niet. Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar ik voel wel. Ik heb dit niet gezet van het commerciële doel. Nee, nee, nee. Als u zich aangetrokken voelt, bent u hier meer dan, ja, welkom. Ja. Ja. Nee, nee, geen reclame. Nee, nee. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel dat mensen komen nodig. Hè. Dus de belevenis. Ja. Uiteraard. Maar moeten ze zich doen voor zichzelf. Ja. Niet voor mij. Ja. Nog voor Eliza. Was heel mooi. Ja. 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 Dat horen niet veel mensen zeggen. Normaal in de commerciële wereld, zeg maar zo. Of, dit is echt een belevenis, een hele andere uitgang, hè, waar je in zit, dan andere. Hè. Dus ja. Ik kan misschien toch wel één ding zeggen. Misschien is het niet mooi wat ik zeg, maar ik ga het toch zeggen. Ik geloof dat de grootste dwaasheid die de mensheid bezit, nee, een deel van de mensheid bezit, is dat hij gelooft in zijn beperking. Ja. En vooral gelooft in zijn beperking. Ja. En daardoor durft hij niet meer creëren. Ja. Heeft hij angst. Gaat hij kijken wat anderen zeggen. En ik kan u één zaken, je bent de creator van je eigen leven. Ja. Misschien mag ik van mijn eigen zeggen, ik was toen ik 18 jaar was schaapsherder. Geweldig. Ik had honderden schapen. En ik zelf leg geen beperking op. Never. Nee. Dat is heel mooi, want natuurlijk hadden respect voor alle geloven, maar een heleboel probeerden ons natuurlijk onder de duim te houden, dat wij ons niet mochten ontwikkelen. Nee, daar zijn we eigen schuld aan. Ja. Want wij zijn het gaan geloven. Leg nooit schuld bij iemand anders. Ja. Ja. Nee, probeer nooit de schuld bij iemand anders. Ja, ja, precies. Ja. Dat ga ik, Want dat doen mensen altijd. Ze gaan altijd kijken naar de ander. Ja. En als je de wereld verandert, begin ook met jezelf. Ja. En je ziet de wereld natuurlijk ook zoals je zelf bent. Hè? Ja, ook. Ja. En ook als je energie zelf verandert, ga je ook andere mensen aantrekken. Waardoor jouw wereld ook weer anders wordt. En hoe meer mensen zich gaan eigenlijk op bepaalde energie gaan settelen, kan er op een bepaald moment een sprong zijn in evolutie. Ja. Maar we zien wel. Ja. We komen volgende keer nog wel eens terug. Ja, 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 absoluut. Hoe het dan is, hè. Ja. Wie weet. Ja. Is Eliza helemaal af voor jou? Nooit af. Nee, Nee, als ik weet, in de materie, ja. Maar in energie, nee. Ja. Dat hangt ook af van de medemens die hier komt. Als hun energie verhoogt, vraagt Eliza ook zijn energie. Ja. Want energie, Eliza kan zijn energie niet verhogen als het voor de ander nog niet de tijd is. Dat is heel mooi, ja. Ja, zo werkt het wel. Zo werkt, ja, het. Ik heb hier wel bepaalde ruimtes waar de energie nog hoger is. Alles op tijd ontstond. Ja, ja. Geweldig. Geweldig, dank je. Ja. Ja. Ben je dankbaar? Ja, dat is toch eventjes, het hoeft ook niet zo lang te duren. Mm-hmm. Ja, dus, het is kort en krachtig. Dus, ja. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ik zou zeggen, geniet verder van de, ja, sauna. Ja. En de rest, ja. Ik werd getrakteerd, hè. Dus, Goed. Ja, dank je wel.